have to do again. kom op Hey hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F 1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van NumRush.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit zoals altijd. Hey Johan, hallo. Hey, Johan. Heb jij uh, vandaag toevallig uh, Formule 1 gekeken? Uh, nou ja, Ik heb wel heel lang naar een autopollenaar zitten kijken. Met allemaal auto's die op en neer aan het rijden waren achter een safety car. Maar oh, oh, ja, daartussendoor <laughs> was een hoop te doen, geloof ik. Hè? We gaan het vandaag hebben over de Grand Prix van Baku. En we zijn er snel bij deze week. Want uh, ja, dat was volop te bespreken, natuurlijk. Ja, we moesten een beetje snel zijn. Want anders, nou ja, volgens mij is er al een heleboel gezegd de afgelopen uh, Er is al veel gezegd. gezegd dus. Maar je kunt veel zeggen van het Formule 1-seizoen 2018. Maar tot nu toe is het niet saai. Nou, je haalt een beetje mijn uitsmijter weg. Ik wilde eigenlijk gewoon nog even met je nababbelen straks aan het einde van, joh, hey. Uh, hè, nou, we, uh, dank dat je geluisterd hebt ja, naar deze podcast. Tot zover, uh, tot, tot zover. Tot. <laughs> Volgende nee, maand maar Even serieus, uh, Baku was natuurlijk vorig jaar ook al een hele spannende race. Nou, een, een hele gekke race vooral. Ja, want dat was die race waarin we dat incidentje hadden... met um, uh, hoop safety cars. Daar mm -hmm. staat deze mm -hmm. race wel een beetje onbekend. Dat ziet iedereen ook uh, al tijdens de kwalificatie gebeuren. Dat de ruimte is er gewoon niet. Het is een stratencircuit. Ik zie ook bijna nergens publiek zitten. En die ene tribune waar ik wel publiek zie zitten... Daarvan denk ik, daar wil je helemaal niet <laughs> zitten. Want dat is volgens mij echt levensgevaarlijk. Volgens mij krijgen die mensen betaald om, om daar te gaan zitten. Of het zijn geen echte mensen, het zijn gewoon robots. Ja, ze kunnen hologram, of, of van die kartonnen poppen, een beetje homoloog. geen ik ja. zou het maar goed, kunnen. Uh, vorig jaar um, uh, veel safety cars, dus daar verheugden we ons ook dit jaar alweer op. En, en toen was natuurlijk dat akfietje met uh, Vettel en Hamilton. Ja. Oh, ik dacht even dat je wilde memoreren naar de memorabele. I. Hey, mijn sterke wheel! <laughs> ja, Kimi Rijckman had ook niet zo'n beste race daar. Maar er ging van alles mis. Die race is op een gegeven moment toen zelfs stopgezet. Maar ja. het verhaal was natuurlijk dat uh, Hamilton daar uh, ja, gewoon enorm uh, langzaam langzaamaan uh, bleef, bleef doen. Uh, ja, tot uh, de irritatie uh, uh, uh. van Vettel. En uh, ja, di dit jaar waren we uh, bij de e eerste heeft car, de rollen even omgedraaid. Ja. Dus ik vond het ook erg grappig dat Vettel dat natuurlijk weer een beetje terugdekt. Oh no. terug oh maar goed, uh, mensen die zich dat nog kunnen herinneren. Uh, Vettel die instuurde op Hamilton en uh, ja, na afloop natuurlijk wel zijn excuses heeft aangeboden. Dat was allemaal ook in Baku, dus ja. we wisten al een beetje. Zo'n beetje een derde van de ja-clip van, van ja. de dus zo'n beetje opgenomen in, in, in ja. Baku. Het is natuurlijk een heel uitdagend circuit. En ja. laten we eerlijk zijn, er zitten natuurlijk een paar 90 graden bocht in. Echt extreem. Het is bijna vierkant. Bijna haaks en naadje op sommige stukken. En dan die enorme lange uitlopers, waar je gewoon makkelijk 3-30 haalt. Uh, tenminste, uh, zeker als je een Mercedes of Ferrari rijdt met een beetje poel. Dus het is gewoon een heel spannend circuit. Weet je, er, zit, er is gewoon veel mogelijk. Ja, klopt. Nee, En dat zagen we ook. Uh, ik moet zeggen, de kwalificatie vond ik een beetje tegenvallen. Was toch weer de. Bekende uh, top 5, top 6 met dat ja. verschil dat Ricciardo een keertje sneller was dan Max. Ja, klopt. Nou ja, wat je ziet is, en we hadden het natuurlijk wel uitvoerig over uh, toen we de kwalificaties gaten te kijken. Uh, ik ik heb, probeer ook een beetje op vrijdag en op, op zaterdag de vrije trainingen nog mee te volgen. En ik, ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. En ik denk steeds aan mezelf, ja, maar het maakt wel wat uit. Want je ziet toch elke keer weer nieuwe dingen gebeuren. Zoals nu deze keer wat opviel in de vrije trainingen versus kwalificatie, heel snel. Um, Vettel was eigenlijk Rijkonen waren eigenlijk nergens te zien die eerste dag op, op donderdag en op vrijdag. Of, sorry, op vrijdag hadden ze heel veel moeite met snelheid vinden. En, en die derde vrijtraining, en die kwalificatie, waar stonden ze ineens? Ook alle twee. Gewoon zowel rijkonen als, als Vettel. Ja, maar goed, iedereen weet natuurlijk, op vrijdag laat niemand het achter ze van zijn toe. Nee, oké, okay, maar dat weet je, maar het is wel. Je kunt wel een beetje zien in hoeverre iemand. Je kunt een gevoel krijgen bij hoe verre iemand echt bluffpoker bluff speelt. zeg maar. En hoe ze um, elkaar een beetje aan het aan het. Aan het Pranken zijn, zou ik wel bijna willen zeggen. En wat natuurlijk vorig jaar zo was, is dat de party mode bij Mercedes aanging op zaterdag, tijdens de quali. Ja, Mercedes doet echt wel zijn best, maar Ferrari is echt best wel, best wel een topauto dit jaar. Ja, klopt. Nee, absoluut. Maar uh, over de snelheid van de auto's heb ik nog wel het een en ander te zeggen. Maar daar gaan we het straks pas over hebben. Want ik wil even deze race voor het gemak. Uh, ik zat in de afloop een beetje uh, te bedenken: van waar gaan we het over hebben. En we gaan het natuurlijk hebben over die crash tussen uh, Verstappen en Ricciardo. Maar als je de hele race pakt, dan valt die een beetje op te delen in vier actes. Ik weet niet of jij dat ook had, maar er mm -hmm. zijn een beetje vier hoofdstukken die we kunnen onderscheiden. Als we dan maar met de eerste beginnen. Start. Het is goed om daar te beginnen. Nee, maar hè, je hebt saaie starts, maar je hebt ook starts waarmee je meteen. Alles misgaat. Ja. Uh, wij, op een gegeven moment riepen wij allebei vlammen, vuur. Want het <laughs> leek gewoon alsof er achter. Vliegen daar nou twee draken? Ja, nou ja, ja. omdat, er, omdat, er, omdat die, die hitte wordt zo groot en ja. door die vonken leek het gewoon alsof er een. Een, een, vlam een, een, ja. een soort ja. steekvlam in de, in de achtergrond. Maar er waren meteen allerlei crashes. Ja, er vloog van alles door de lucht. Inderdaad. Er vloog van alles ja. door de lucht. Uh, het valt me sowieso op dat er ontzettend veel van die auto's afvliegt. Dit nou, zijn dat zo... is voornamelijk bij de hazen. Dus dat is wel een leuk. Ja. Nog, uh, de, en Olaf Mol stipte dat ook terecht nog even aan in de uitzending. Hij zegt, het moet een keer zo zijn dat daar de, de de via of of de leiding van de van de Formule 1 wat, wat van gaat zeggen, want tot nu elke race dondert er wel iets van die hazen af, uh, of het nou uh, uh, een sideboard, noem dat een bargeboard is, of een stuk van een van een endplate van een vleugel maakt niet uit, maar er gaat de vliegt van alles door de lucht heen. Uh, dit keer was bij Magnus inderdaad wat gewoon spontaan zag je in een keer iets eraf vliegen. Oké. Okay. Het ziet er wel heel spectaculair uit, maar het is voor mij niet de bedoeling. Nee, het valt mij ook op. En je hebt, je hebt elke uh, nou ja, decennium heb je zo je, je, je issues. En de laatste jaren zijn de auto's natuurlijk best wel betrouwbaar geworden. Dus in de jaren 90 had je opgeblazen motoren. Eens kwam er zo'n rookpluim en poeh, dan reed je de race niet uit. Nee, klopt. En, uh, en nu zie je eigenlijk weer veel meer dat bij een lichte tik uh, met een beetje mazel kun je door, maar je ziet ook heel veel lekke banden. Ja. toch weer als mensen elkaar aanrijden ja, ja. en ik zie uh, uh, ja eigenlijk heeft dat met elkaar te maken want je ziet best wel snel dat allerlei stukjes carbon een, een vleugeltje hier een vleugeltje daar er hangen heel veel itempjes aan die de auto's zijn ook breder geworden sinds ja. vorig jaar al uh, dus ze vliegen snel dingetjes af en die dingen die er afvliegen ja die zorgen dan weer voor lekke banden dus ja, dat, klopt <laughs> en, maar, <laughs> en, maar, zoals we uiteindelijk ook in de laatste ronde van de wedstrijd zien dus ah, met, spoiler alert. oh wacht ja <laughs> Hey, daar zijn we voor. Maar goed, dat, dat maakt de sport in elk geval wel spannend. Um, maar bij de start, ja, uh, vertel, wat ah, gebeurt er? Van meet of aan, en wij kijken natuurlijk een beetje met een. Ik, ik kijk dan heel vaak wel met een. Met een, met een je zegt petje. altijd maar één ding bij de start. Je Max zegt, is goed weg. Max is goed weg, exact. Hij, ten eerste, weet je, bij Max stappen weet je nooit. Ik moet zeggen, sinds vorig jaar en zeker dit jaar heeft hij best wel goede starts. Uh, maar starten was niet zijn sterkste punt. Ze hebben natuurlijk de manier van starten is veranderd. Dus dat is wel in zijn voordeel. Ik heb het gevoel dat hij daar wel uh, meer vertrouwen uit Hij komt goed weg. Het valt mij wel op dat hij. Uh, voorzichtiger is geworden? Nou, dat was inderdaad het puntje waar ik naartoe wilde. Want het tweede wat ik zei is inderdaad van hij laat gelijk ruimte om te leven. Want je ziet uh, eigenlijk een voorbode voor de rest van de middag. Hij ging wel gelijk, uh, zocht hij Ricciardo op. Uh, hij zat er ook een groot stuk naast. Maar hij laat dan wel gelijk weer ruimte vallen. En dat is wel heel goed. Dat vond ik heel sterk om te zien. Ja, eens. En dan uh, ja, er gebeurt er in de achtergrond nog iets met uh, Sirotkin. Ja, dat is eigenlijk de, de, eerste, de eerste spetters die we al voorbij zien komen. Sirotkin die gaat eigenlijk voordat voor hij bocht 2 ingaat, want hij komt dan bocht 1 nog wel door, want dat gaat volgens mij nog wel redelijk goed. Maar da daarvoor raakt hij al uh, uh, Perez op de bips, Tikje tegen de billen. En daar is hij ook voor beboet nog achteraf, toch? Ja, hij heeft uh, na afloop. Uh, nou, hij heeft niet alleen Perez aangetikt, maar daarmee ook Alonso. Uh, uiteindelijk beschadigd. Of dat uh, was een, ah, een, dat een is de follow up, vervolg, ja, follow -up ja, ja, ja. actie Top. eigenlijk Het was van... niet. Het was niet middag. Nee, Sirotkin die nee. die tikte die die. Hij maakte die meerdere fouten. Hij heeft in elk geval een boete gekregen of in elk geval een waarschuwing. En hij krijgt een uh, drie plekken grid penalty bij de volgende race. Ja, vind ik heel fors. Maar want het kwam natuurlijk net binnen net voordat hij de opname startte. Dus mijn eerste reactie was: oh, dat is wel fors. En maar naarmate ik er nu over nadenken is. Hij reed wel achter op Perez. Volgens mij. Zelfs dus een voorbocht één. Dus volgens mij het rechte stuk gewoon het opstarten. Zeg maar. En er was geen directe aanleiding. Volgens mij reed hij gewoon rechtop in. Maar ik al zei: Sirotkin had geen hele goede middag, want hij draait inderdaad de bocht om. En daar krijgt hij inderdaad uh, te maken met de sandwich van Hulkenberg en Alonso. Uh, Alonso natuurlijk terecht furieus, want die wordt uh, hard aangetikt. En, en, en ja, je zegt Ik dacht twee. dat het aan Hulkenberg twee. was. Maar ja, die kon er uiteindelijk ja. dus nee, ook, nee, niks doen, ja. ook niks aan doen. Ja, hij dacht dat het was, maar het bleek dus inderdaad heel fout te zijn die Sierrotkin de tik gaf daar. Ja. Uh, en precies, zoals jij zegt, uh, uh, rondvliegend carbon en al snel een lekker band. Nou, dat was voor Alonso zeker uh, het geval. Maar uh, voor ons wel spectaculaire beeld Want uh, één, uh, we zagen, uh, nou ja, uh, Alonso reed op uh, twee wielen. Ja. Op twee wielen. <laughs> um, aan één kant waren beide banden kapot. De, die, ik heb nog nooit een Formule 1 auto zo schuin zien hangen. behalve als ze door de lucht vliegen. Ja. Um, maar dit zag er gewoon pijnlijk uit. En hij, hij had ook nog een snelheid waarmee hij. En hij moest nog een heel rondje afmaken. Moest volledig rond afmaken. Ik kwam de pits ja. binnen. Ja. En ik liep alleen maar. Uh, nou, ja, Die is klaar. Die is exit. Ja, dat dachten wij inderdaad wel. Want het geluk van wat hij had. is dat er een safety car was op dat ik moment. Ik stond echt versteld dat ze nog schroeven en bouten. <laughs> en dingen hebben gevonden. <laughs> waar ze nog nieuwe nou, banden en een, een nieuwe neus aan hebben vast kunnen maken. Ik vond het prachtig om te zien dat ze Alles dat... Alles stond in de vlam. In de, in, in, in de, in de... Ik, ik vond het prachtig om te zien dat ze met, met de hand die auto optilde. En, en want er komt natuurlijk geen karretje meer onder, want zo schuin hing die. Dus ze gewoon met de hand die auto stonden optillen om dan die vleugel eraf te kunnen klikken. En dan de wielen er weer op te zetten. En dan weer, is dus echt een soort van bouwpakketje was het. Nou, dat deed hij fantastisch. En de, de mazzel die ze hadden, daar ja, was een safety car op dat moment, dus ze hadden daar ook de tijd voor. Dat is waar, dat is waar. En um, Alonso heeft na afloop verklaard, hij was natuurlijk ook... Uh... Um, uh, ja, zich niet bewust uh, zozeer van wat er aan de hand was. Dus, uh, waarschijnlijk hebben ze gedacht, laten we het gewoon proberen met een nieuwe neus. Maar ja, we weten vorige keer van uh, Vettel. Uh, die had een, eigenlijk een minuscule aanrijding. Ja. En die klaagde daarna had ik de rest van de wereld, uh, de rest van de re wedstrijd had ik een auto die onbestuurbaar was. Klopt, en dat kostte ja. me zeker een seconde per rondje. Ja. Alonso, heeft een complete race uitgereden. <laughs> op een auto. Die nou ja, bijna een halve uh, ronde. Dus op twee wielen, alles bij elkaar heeft geschuurd. Die ja, bodemplaat die moet aan gord zijn geweest. Dat, dat ding moet echt ja, nou ja, is, aan alle kanten niet meer lekker hebben gereden. Gewoon, maar hij is zevende gefinished. Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een beetje te danken aan, uh, aan de uitvallers. Maar dan nog heeft hij gewoon een dijk van wedstrijd gereden. Hij zei na afloop dat het zijn beste race was ooit. Ja, het is dezelfde van Alonso de die vorig jaar bijna wereldkampioen werd met een honda in zijn auto. Dus <laughs> Ik vind het wel mooi. Ja, ik, ik vind het wel mooi. Het leuke vind ik eraan dat Alonso zijn swing gevonden heeft. En als je het hebt over swing vinden in, uh, op, op zijn oude dag, zou ik willen zeggen. dan geldt dat zeker ook voor onze grote vriend Kimmy. Nou, hij doet het ook goed. He. Trouwens, even oh, nog over ja. Alonso: hij doet het goed in het kampioenschap. Hij staat gewoon ja. op de zesde plek. Net na Ricciardo met 28 punten. Ja, dus, net voor uh, Hulkenberg, het he? is het gewoon ook goed. Net voor Hulkenberg ook. Dus als je het hebt over het kampioenschap, een heel rare uh, uh, vorm. We gaan het straks even over hebben. Maar in ieder geval de, de, op de oude dag, even die swing te pakken. Uh, Kimi, Rijkoon ook, die swingde hem er even ja, in Ja, Hetzelfde verhaal eigenlijk als je het hebt over ervaren coureurs. Ja, precies. Nou, volgens mij heeft hij ook kon niet eens gezien. Nou volgens mij heeft ook al hem niet gezien. Nee, ja. nee als, maar goed, maar, Ik vind, Rijkonen, die gewoon stoïcijns, <laughs> die wordt dan, die wordt dan aangetikt en denkt, uh, I'm just gonna drive. <laughs> <laughs> die rijdt gewoon door, ja, <laughs> Maar goed, die, die wordt inderdaad, die krijgt ook een tik. Nou, hij krijgt in eerste instantie een tik voor het ingaan van de bocht. Uh, en vervolgens denk je ja, <gacht> ook, al, ook al eenmaal. Want ook al is er volledig voorbij. Uh, bij het ingaan van volgens mij bocht drie. Uh, is er volledig voorbij. We, dames en heren, we zijn uh, tien minuten onderweg in de podcast. We zijn drie bochten verder. Um, <gacht> dus de, de reeds was spannend voor degenen die, die het niet gezien hebben, nu probeer terug te luisteren. Uh, ook al is hem volledig voorbij. Uh, ik, ja, laat de ruimte open. Ja. Kimi heeft inderdaad volgens mij... is er niet volledig, volledig voorbij. Daar ben ik niet met je eens. Ik vind, hij hij uh, Ocon maakt een rare... Die, sowieso, hij pakt een rare lijn. Dat is waar. En hij denkt vervolgens... Weet je wat ik doe? Ik gooi die bocht gewoon dicht. Ik stuur gewoon... Uh, hop, ik zet, ik zet hem helemaal... Uh, maar op ervaring, wat mij betreft... Denkt Kimi... Ik rijd gewoon door. Wow, dat had weinig met ervaring wow. te maken. Wow. Nou ja, hij had op de rem kunnen gaan staan. En dat, dat... Dat, dat was geen optie geweest, want dat is ook dat wat we tijdens de race primaire reactie ook tegen elkaar zeiden. Dus hij had niet kunnen remmen, want dan had hij uh, aan de achterkant een probleem gehad. waar waren ze er achterop geklapt, want het was, het was nogmaals, het is bocht drie. Dus het hele veld zat nog bij elkaar. Hij kon geen kant op. Dus hij kon alleen maar een, een beuk uitdelen. Het geluk wat hij heeft, ja, de pech voor Ocon is dat hij hem zo goed raakt, tussen haakjes goed, dat Rijko naar verder kan. Want voor hetzelfde gaat het voor rijkonen nog, gewoon einde race. Eigenlijk een kopie van zijn race vorig jaar met Bottas natuurlijk. Ook volgens mij in diezelfde bocht zelfs. Uh, ook op zo'nzelfde aquavitje. Even een tikje uitdelen en uh, vleugeltje stuk. Heb weer tijd verloren. Nou, Het heeft toch ook wel te maken, vind ik, met... Uh, uh, ik, ik zag een hoop mensen die lef uh, toonden op dit circuit. En dat is natuurlijk uh, alleszins uh, te waarderen. Uh, nou, neem Vettel uh, bij de laatste herstart, die toch nog probeert. P2 is niet genoeg, ik wil voor die winst gaan. Je kunt ervan vinden wat je wil. Het is hartstikke stom natuurlijk. Maar ja, hij probeert het wel. <laughs> ja. Je kunt ervan vinden wat je wil, maar het is wel heel stom. <lacht> <lacht> ja... <lacht> Gewoon. maar het, 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 hij toont wel lef bedoel Zeker, ik zeg. Ja. en uh, en hetzelfde geldt hier voor uh, Ocon maar uh, dat pakt dan uh, ook uh, niet zo goed uit nee. en uh, ja er waren meer mensen die dat deden maar ik vind dat enerzijds is het lef en anderzijds, in dit geval, vond ik het meer gebrek en ervaring. Want je lijn komt gewoon niet meer lekker uit. Uh, je weet dat daar nog iemand aan de binnenkant zit. Nou, dat is, dat Die tikt wat... je in de ronde, ronde en het is gewoon einde race. Maar, dat is wat de stewards ook hebben verklaard na de wedstrijd. Want heel veel dingen zijn pas later in de wedstrijd uh, opgepakt of zelfs na de wedstrijd besproken. Ook Ocon heeft na de wedstrijd uh, een, een officiële waarschuwing gekregen na aanleiding van het ongeval. Het is overigens afgedaan als een racing incident. Dus gewoon een ongeval dat kan gebeuren op de baan, punt. Uh, hoewel Kimi en Ferrari wel degelijk hebben uh, uh, doorgeduwd voor eigenlijk meer voor een straf voor, uh, voor Ocon. Ocon had zelf aangegeven dat hij hem niet heeft gezien. De stewards hebben ook wel verklaard, uh, en met name Charlie Whiting van joh, uh, Meneer Ocon moet zich wel kunnen realiseren dat een Formule 1-auto, het feit dat je hem niet kan zien, niet betekent dat hij niet in de buurt is. Dat heeft, daar heeft hij intussen ervaring genoeg voor. Ja, dat had hij inderdaad moeten weten. Hij gooide de deur absoluut zeker een weten dicht. Um, tegelijkertijd uh, was hij er wel degelijk flink voorbij. Dus ik, ik, ik kan me de, de split-second afweging best wel uh, voorstellen. Ja, het was ja. alleen niet de juiste. Er is gewoon geen ruimte. Hey, dan zitten we dus zes rondjes lang dan naar een uh, auto Ja, een hele tijd naar een safety car te kijken. Wat we natuurlijk ook wel van tevoren verwachten. Ja. En dan komen we meteen bij uh, de tweede acte van, uh, van dit... Uh... Ah, ja, nee, hoe gaat het dan? Uh, de tweede acte van, uh, van uh, deze race, die werd natuurlijk afgetrapt uh, door de herstart. Waar we het net al even over hadden. Vettel, uh, dit keer op de koppositie. Ja. Die doet even een Hamilton-tonnetje. Een behoorlijk, nou ja, dit een, 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 Zet zo'n ze beetje het hele veld op slot. Maar dan niet alleen maar ook gewoon op het rechte stuk. Ik denk dat hij het hele stuk gaat afrijden met zo. Hij rijdt geloof ik 30 kilometer per uur. Ja. Ze weten niet hoe ze... Er... Maar goed, het uh, goede nieuws is wel dat hij uh, dat daarmee uh, ja, een heel eind uh, wegkomt. Het slechte nieuws is een beetje dat vanaf dat moment de Red Bulls helemaal geen gang lijken te hebben. Nee. Want het hele veld rijdt uh, binnen no time de Red Bulls op 20 seconden achterstand. Dat klopt, ja. En die weet eigenlijk nog een hele poos om uh, de Renault's achter zich te houden. Uh, bij de herstart dan is het Sainz die uh, Ricciardo pakt. En het is natuurlijk Max. Max die is Max pakt raad, eerst ja, Ricciardo, ja, ja, ja. dus dat, die heeft ook een hele goede herstart. Maar Sainz die komt er eigenlijk gelijk overheen. En vanaf dat moment zit hij te drukken bij Max en hij kan er gewoon niks aan doen. Nee. Nee, die, die Renault's die hebben op de een of andere manier. Wat ze gedaan hebben, weet ik niet. Maar ze hebben ergens een extra hamstertje aangezet. Ik weet ook niet precies hoe ze het van elkaar gekregen hebben. Maar die safety car ontstaat. Max had eigenlijk al heel lang te, te prikken bij, bij Ricardo. Ook tijdens de safety car. Nou, die gooit hem er dan op een best wel risky point. Gooit hem er gewoon voor. Nou, dat doet hij echt wel weer. Ja, zoals we mag kennen. Met risico, maar wel goed. Uh, maar hij heeft, Ricardo schikt daar zo van dat hij gelijk zijn zijn nek heeft. En eigenlijk nog geen halve ronde verder zit ook Hulkenberg erachter. Dus die jongens die hebben ergens een knopje gevonden. Of, en dat is eigenlijk het, het, het vermoeden wat er ontstaat. Al vrij snel goed Max ook over de boord raakt. Dat het elektrische systeem niet oplaadt, de batterij van het elektrische systeem wordt niet opgeladen. En daardoor lijkt hij iets te missen in de auto qua, qua, qua stuwing. Overigens, um. als je het hebt over verdedigend rijden, mm -hmm. dan vind ik het dus wel een tactiek die in deze situatie heel goed uit heeft gepakt. Mm -hmm. Want ja, de Red Bulls hadden geen snelheid, dat zag je aan de rondetijden. Dus uh, de top 4 reed op dat moment gewoon een 147ers, vrij zijn een 148, 147. Ja. Die hadden dezelfde banden als uh, Verstappen en uh, Ricciardo. Ja. Uh, die zaten in de 1,50 ers mm. Dus daarom dat dat, die, dat gat van 20 seconden. dat bouwt zich echt in. nou, wat is het? 5 à 10 rondjes. bouwt zich op. Mm het -hmm. is echt loeisnel gegaan. Maar ik, ik denk dat het ook te maken heeft. Sorry, dat ik onderbreken. maar het heeft ook te maken met. het feit met welke temperatuur. kom je uit die safety car. En ik denk dat Eens? dat ook iets is wat ermee te maken heeft. dat uh, die top 3 toch iets beter. die warmte heeft kunnen managen. Deels. Uh, uh, misschien toch iets, iets nieuwere banden of wat oudere banden, een van de twee. Er zijn het natuurlijk niet allemaal evenveel. Als ik het goed rand, heb gezien, uh, hadden Max en uh, Ricciardo dezelfde banden als Vettel, Bottas. Oh, Bottas, ja, Bottas. Dat, Dat waren Bottas. de enigen die bijna gloednieuwe banden hadden. En die zaten ook alle drie op dezelfde strategie, namelijk zo lang mogelijk doorrijden. Ja. Ja, dat kan er iets mee te maken. Dat, 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 dat Vettel en uh, Hamilton toch iets nieuwere banden hebben gehad. Klopt. Ik denk, ik denk dat uh, ze bij Mercedes op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt om die strategie te adopteren. Inderdaad, ja. Dus ja. Dat, is, dat is zeker waar. Ik denk dat ze namelijk gewoon echt wel een plan A hadden bij Mercedes. maar dat ze, Toen ze zagen dat Red Bull die tactiek zo had staan, dat ze die hebben aangepast voor Bottas, voor Hamilton ja. niet. Um, ja, want die zaten duidelijk op een verschillende strategie. Klopt. Die aanvankelijk, nou ja, goed, laten we het daar straks over hebben, die <laughs> uiteindelijk natuurlijk voor volgende Bottas... Ak, volgende akte, volgende akte. Ja, vol, nee, maar het is Echt, daarom vond ik deze race ook zo leuk. Los van alle crashes en alle safety cars was dit echt weer een race van de tactiek en van de, uh, en van de strategie. En dat, dat pakt uiteindelijk zo uit dat Bottas ja. had kunnen winnen en Raikkonen, die natuurlijk super pech heeft en, 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 en zeg maar helemaal uh, terugdondert naar die startcrash, uiteindelijk gewoon op het podium staat. Ja. Dus, en dat maakt deze sport zo mooi. Maar goed. Even terug naar uh, die, Renaults. die Renaults. Nou ja, ja die, die, uh, die komen er uiteindelijk, na lang duwen komen ze uh, er langs. Maar ja. het heeft veel te lang geduurd. Als ze al een strategie hadden om uit te lopen in die beginfase met die snellere bandjes, dan is dat gewoon niet gelukt. Ja, omdat... ze, ze reden op de Ultrasoft, inderdaad. Ja, ja. ja, omdat Max eigenlijk toch nog best wel lang achter zich weet te houden. En vervolgens komen ze er uiteindelijk voorbij. Nou, Hulkenberg, die, uh, die schakelt zichzelf uit. Ja. Dat is ook vrij makkelijk. Um, en en Sainz moet pitten. Ja. En Sainz moet pitten. En op het moment dat hij de pits in rijdt, dan rijdt uh, Max er eigenlijk al weer voorbij. Ja, dus uh, die heeft niet eens afstand kunnen nemen. <laughs> Nee, dat is en op dat moment zie je bij... de snelheid ook in de banden van, uh, van Ricciardo en Verstappen komen. Ja, want dus die duiken dan ook eindelijk in de 47ers, 46ers ja. en die beginnen hard door te rijden. Overigens wel het moment waarop ook Ricciardo begint te klagen over die batterij. Ja. Um, en, en we iets heel erg apart zien. En jij zag, jij zag het als eerste in de rondetijden. Namelijk dat Ricciardo ontsparen was. Dus die gingen... Ja. en Max deed hetzelfde: rondje op, rondje af. Rondje op, rondje af. Elke keer rondje 50 en dan weer rondje 49. Ja, want de ronde dat Ricciardo zeg maar naast Max Verstappen dook. Ja. En we dachten, oeh, hij gaat hem pakken. We Meerdere overigens. Ja. ja, er waren meerdere, maar dat was steeds een snelste ronde voor Ricciardo. Ja, klopt. Uh, met andere woorden, hij had daar de slipstream, de boost, uh, alles verzameld om in één keer. Uh, die Als een vermogen haal. op het ene moment inderdaad. Nou, vo volledige overteekmodus ja. Maar goed, verder, die tussenfase die duurde eigenlijk best wel uh, lang. Waarin we inderdaad uh, meerdere mensen al de pits in zagen duiken, maar niet de Red Bulls. En op nee. dat moment uh, begon ik inderdaad naar die banden te kijken. En realiseerde, ik, nou, die hebben. Net als Bottas, banden die nog echt hagel hagel nieuw zijn. Dus die kunnen gewoon uh, ja, de strategie is waarschijnlijk zo lang mogelijk op die banden blijven rijden. Ja, op en wat ik op, wat jij op een gegeven moment zei is, uh, waarschijnlijk hebben ze gerekend op een safety car. Ja. Want op een gegeven moment iedereen had al gepit. Ja. En als er op dat moment een safety car zou komen, ja, ja dan waren die Red Bulls gewoon naar binnen 2, gedoken. En, en dan 3, waren hè? ze 1 en 2 of 2 en 3 geweest. Ja. Waren het niet dat Bottas dezelfde strategie had. Ja. En die was dan waarschijnlijk ook één. Maar goed, daar hadden ze dan last van gehad. Maar in principe was het een briljante strategie geweest. Zeker weten, ja. Waren het niet dat ze zelf die safety car <laughs> creëren. <laughs> nou ja, Horner zei het er gewoon gewoon uh, uh, na afloop tegenover de... Dus hij was bij Coulthard uh, en, uh, en uh, uh, Eddie Jordan. Ja, bij Channel 4. Uh, Channel 4 inderdaad. En, en daar zei hij ook gewoon van... Yo, um, uh, we never imagined that we would be the reason... Dat er is een safety car. Weet je, dat stond nooit in de boeken. Dat was niet het plan. Ze hadden het er echt op gerekend. Uh, en gaf je ook wel een beetje grift toe. Uh, ja, het was natuurlijk een, in die zin. Uh, er waren gewoon twee mogelijke. Er waren drie. De derde scenario's waren gebleken. Maar er waren eigenlijk twee, twee positieve scenario's. Eén is: je gaat aan die ultrasoft. Er komt geen safety car meer. Maar je kunt op die, op die zachtere band. Die, op die wat zachtere compound... zoveel sneller rijden... dat je het gat kunt dichtrijden. Nou, dan, dan, dan heb je misschien... Wat eigenlijk vorige race gedaan hebben. Exact. Lukt dat niet? Nou ja, dan zo so be het. Dan, uh, dan verdedig je vier en vijf. Ja, ja Want dat, eh, vier en vijf heb je. Wie pakt het je af? Behalve jezelf. Um, het andere scenario is, nou, is inderdaad... een safety car door een andere oorzaak. En je, je pakt één uh, of twee plekken... naar boven toe nog erbij. Nou, dat, dat is natuurlijk... Absoluut een goede tactiek. Waren het niet dat de heren Ricardo en Verstappen al een rondje of dertig uh, met elkaar aan het knokken waren? Dus dat zag, was wel spannend, zeg maar. Ze waren eigenlijk al sinds die kwamen met elkaar in gevecht. Ja, klopt. En dat, dat was best wel nagebijten. Je had best wel vaak het gevoel dat je dacht... Uh uh, uh. <laughs> alsjeblieft niet weer, alsjeblieft niet weer. Ja. En eigenlijk zag ik het. Um, uiteindelijk gaan ze pitten. Hè? Dat moeten we ja. wel zeggen. Want die safety car die kwam natuurlijk niet. Dus besloot Red Bull om toch de pits in te duiken. En um, Ricciardo deed dat eerder dan verstappen. Ja. Uh, vervolgens rijdt verstappen zoals Robert Dornbos in de nabeschouwing ook zei. Die rijdt gewoon een fenomenale uh, inlap. Ja. Want die gaat de ronde daarna pitten, maar die vindt ergens twee seconden. Waardoor hij voor Ricciardo, want ze hadden dezelfde uh, pittijd. Pit -tijd, ja. Hij komt voor Ricciardo weer de baan op. Ja. En dat is door het toedoen van Max zelf, omdat hij zo hard heeft doorgereden. Um, maar goed, uh, Ricciardo zit erachter, getergd. <laughs> die denkt, me <pop, lacht> dan ben meng. Na al dat hangen en wurgen ben ik er eindelijk voorbij gekomen. Ja. En dan krijgt hij over de boordradio benen te horen... Ja, we begonnen het show ermee, inderdaad. Ja. You have to do it again. You have to do it again. Het is alsof je... Het, het is typerend als ze Red Bull heet. En ik, ik heb hier nog veel over nagemaakt. Ze werkte als een soort rode lap op elkaar vandaag. En het is... Uh, uh, in de eerste fase van die strijd denk je... Waar gaat het over? Want weet je... Het is tof dat ze tegen elkaar mogen racen. Maar iedereen weet... Plek 4 en 5. Waar race je dan om? Om een paar punten verschil. Dat is, dat is, dat is niet eens prestige, onder andere streep. Dus er is iets... Waar waren ze voor race op dat moment? Dus vanaf ronde 12, dat die safety car. Uh, uh, sorry, vanaf, vanaf ronde 6 al zelfs. Nee, uh, ronde 12, sorry. Dan beginnen Verstappen en, uh, en Rio de Berg vanaf dat moment. Zijn ze al aan het knokken. En toen zeiden wij tegen elkaar, waar zijn ze aan het knokken? Nou, er is geweest voor die eerste pitstop. Wie mag die eerste pitstop maken? Dat was Ricciardo. En toen is Verstappen zo geërgerd geraakt dat hij gewoon twee seconden eraf gereden heeft. En dat is te gek, alleen dan moet je dus niet daarna nog een keer die rode lap ervoor hangen tegen ze zeggen: Jongens, jullie hebben elkaar al tot op het randje geduwd. Gaat er nu maar overheen? Ik vond ik het vond echt het heel bizar. Ik vond het bad judgment van het team. Ik vond het echt bad judgment. Nou ja, dat, 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 mijn, mijn mening was: ik zag Helmut Marco voorbij komen met een, met, een, met een boze blik. van... Ik, ben, ik neem ze beide kwalijk. Ik zie Christian Horner uh, bij Channel 4 aan het roepen van: uh, Nou, we hebben de heren wel even een reprimande gegeven. En ik denk bij mezelf fine, terecht, want zij zijn degene die de stuur in handen hebben en die, de, be be die de, de beslissingen maken in een split second. Maar jullie hadden al lang kunnen zien, laten we het even, ik heb het even opgeschreven net op heel snel, ze hebben een wheelbang gehad. Waarbij ik me nog afvraag, want volgens mij raakt Verstappen zelfs nog, word, Verstappen nog door Riccardo in zijn zijpot geraakt. Yep. Dus voor hetzelfde geld heb je daar een, een olieprobleem. Nou, dat weet yep. Riccardo als geen ander. Uh, Maxi zet een aantal keren zijn auto agressief Naast die van uh, Ricardo om te verdedigen in de bochten. Voor hetzelfde geld gaat het daar mis. Maar Ricardo en Verstappen, nou, ze deden het goed. En dan uiteindelijk, als Ricardo wel vanaf P5 die P4 pakt van Verstappen... doet hij dat met een ontzettend agressieve afsnijbocht. Die jongens die zaten al op het randje. Had er had al lang iemand over de boordrijding moeten roepen. Oké okay, jongens, dit was te gek, maar nu even rust. Nou ja, plus uh, koude banden. Ja, sowieso. Die kwamen nou ja, koud en in elk geval nog niet ingereden. Want ze waren net de pitstraat uit. al twee net een rondje erop en... zitten, ja. Ik... Ik snap het, maar op, ik, kijk, ze kregen allebei uh, co coaching. En op een gegeven moment, Ricciardo, die was er langs. En toen zeiden ze, geloof ik, iets van: uh, well done, go stretch your legs. of een, oh, uh, uh, Time to stretch your legs, ja. Yeah. Ja, time ja. To stretch your legs. Of nu kun je echt doorrijden alsof, alsof je alsof al die tijd was opgehouden door Max Verstappen. Ja. Nou, sloeg natuurlijk nergens op, want Verstappen die rijdt uiteindelijk gewoon uh, 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 twee seconden van die rondetijd af om, ja. uh, om er toch voor te komen. Dus je weet. Dat Ricciardo getergd is, je weet dat ze allebei net de pits uit zijn met koude bandjes, ja. dan is dit niet de call die je teruggeeft aan een coureur, wat mij betreft. Nee, omdat je hem dus. Want hij, nogmaals, hij is over de zijkant, hij gaat naar buiten en, en hij ziet Verstappen vormrijden rijden. En hij is wit heet. En, en we hebben het er vaak over gehad: dat, oh, Danny Rick, hij is zo lekker verstandig en zo lekker rustig. Ja, kennelijk dus niet ja nou, dit ook... is wel echt een rode lamp voor Daniel Ricciardo ja. want over het algemeen is hij altijd de wijzeren en laat hij zich niet zo opnaaien. nee nou ja, en maar nu je maakt hij een de... manoeuvre nou, de, de manoeuvre zelf kunnen we ook nog een hele uitzending over opnemen we zouden hem helemaal tot op de frame bij frame <laughs> kunnen analyseren um, uh, mijn uh, wat was jouw inschatting toen je het zag of eigenlijk toen je de beelden terugzag nou stomme fout van Ricciardo maar goed achteraf bezien ja uh, 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 nou, wat kan ze ik uh, uh, koude banden uh, dus dat kan er ook nog mee te maken gaan. Ricciardo wil een, een, een move maken, links-rechts en dan uh, langs duiken. Uh, maar hij heeft veel te weinig afstand van verstappen. Die ook al aan het aanremmen is, omdat hij daar een bocht moet maken. Nou. Dus er is geen ruimte voor die actie die Ricciardo in, in gedachten heeft. Die en dummy, de, ja, en nee. er is ook geen, uh, die, die banden zijn daar volgens mij ook nog niet klaar voor op dat moment. Dus het is gewoon een, een, een stomme move. En aan de andere kant, uh, ja, ik weet, ik, ja, misschien dat Max ook wel, Max reed natuurlijk wel een verdedigende lijn. We hebben hem zien sturen. Ja. Nou, dus hij was zich er wel bewust van. Ik sluit me daar aan die zin bij aan dat hij kijkt naar in de spiegels. Hij ziet hem komen. En het enige wat ik tegen jou ook zei, uh, toen we de beeld terugzaten te kijken, is uh, op het moment dat hij de remzone ingaat, en daar ging het maar even om, want daar zouden we nog op kunnen pakken om zo maar even te zeggen, op het moment dat hij de remzone ingaat, heeft hij um, zijn uh, handen, eigenlijk, ik zou de zeggen, van het stuur, maar hij heeft zijn handen stil. Hij stuurt niet meer in. Dus op het moment dat hij gaat remmen, hij stuurt natuurlijk wel terug, dat is te zien, duidelijk. Maar op het moment dat hij gaat remmen en hij gaat terugschakelen, dan is hij niet meer aan het sturen. Um, grappig genoeg. Um, uh, vond ik het heel verpand. Na de wedstrijd is de hele uh, show nog geanalyseerd. En de stewards hebben het toch gelaten bij een reprimande. Want het is toch, het toch twee coureurs van één team. Dus uh, de heren moeten het zelf gaan uitvechten. Maar ze vonden het toch nog nodig om in de officiële verklaring te benadrukken. Dat hoewel de oorzaak van het gevolg bij meneer 33 lag, of ze dan mag verstappen, uh, heeft meneer 3 Ricardo, ook schuld in het ongeval. En dat willen we daarom hierbij laten. Ik vond het heel frappant dat de stewards het toch nodig vonden... om in een internationale verklaring die naar de pers toe gaat... toch nog even te zeggen... ondanks het feit dat ze ze dus alle twee dezelfde straf krijgen... en ze alle twee... Ook Ricardo heeft gewoon gezegd... ik was te laat met mijn beweging hè, naar de stewards toe. Ik heb een fout gemaakt. Verstappen heeft gezegd... ik heb, ik heb, ik heb denk ik teruggestuurd of ik heb teveel gestuurd. Het maakt niet uit. Um, om het dan toch nog zo te benadrukken... dat het dan toch nog een beetje een vinger gewezen wordt. Vond ik echt een beetje jammer eigenlijk. Nou ja, ik heb het teruggelezen... en ik las dat niet op die manier... Um, ik vond ook in de verklaring die de VIA naar buiten heeft gegeven, en Helmut Marco van Red Bull heeft dezelfde verklaring gegeven: uh, ze zijn gewoon allebei schuldig. Zo simpel is het. En. Uh ja, en, en anders kunnen we het niet maken. Overigens, de, de, de lossende koude band was ook de downforce. De verlies wat, wat Ricciardo ineens ervoer. Omdat er in één keer een auto voor hem dook en weer weg was. Uh, ja, en maar weer goed, terugkwam. Dat zou je dat basis had, van ervaring natuurlijk moeten Nee, ja, dat gaf hij zelf ook aan inderdaad. En dat, uh, dat is gewoon stom. Dat is, uh, het is een hele stomme actie. Maar then again is Max ook gewoon uh, de hele race al. Uh, type coureur die hem natuurlijk uit de tent uh, heeft gelokt. Nou, en hij heeft de hele race onwijs verdedigend gereden. En dat heeft uh, goed uitgepakt, um, bijvoorbeeld met die geno's, ja eens, dus uh, maar goed. Uh, het is wel zo dat um, uh, ja, goed het is heel vervelend. Maar uh, Olaf Mol, die zijn natuurlijk tijdens het incident uh, gelijk uh, Red Bull, uh, Vettel en um, um, Weber. Weber, ja, waar, uh, die die eenzelfde soort incident hebben meegemaakt. En de afloop zag ik inderdaad Eddie Jordan en um, ja. ja, en Coltart en die had het er ook nog over, en die, 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 die zeiden wel allebei: dit is wel zo'n defining moment in de geschiedenis van je team. Ja. En van je coureurs. Van je teammaatschap, ja. En ja. wij hoopten dat we die eigenlijk al <laughs> gehad hadden. Ja. Want Max ja. heeft nu wel een aantal <laughs> defining ja. moments gehad. Ja. De afgelopen paar races. Zeker. Maar goed, um, ja, het, het is wel waar. Het is een dieptepunt, maar het kan vanuit hier hopelijk ook alleen maar weer uh, hogerop. En uh, ja, dit is natuurlijk... Dit is ook wel waarom we Formule 1 kijken. Het is ook een beetje Senna en Prost dit. Nou ja, en uh, precies, Mercedes is. die twitterde nog tijdens de race van... Hey Red Bull, we know how you feel. Ja, precies. We gingen er ook van Mercedes vanaf hef, ja. heeft het ook meegemaakt. Elk goed team maakt het mee. En elk, elke goede, ja, goede coureur maakt ja, het, het een keer mee. Het hoort onderaan een streep bij, uh, bij topsportbedrijven op scherf van de sneden En dit soort dingen gebeuren. Wat ik heel... Wat ik heel fijn vond aan dat stuk, aan het specifieke interview van, of dat eigenlijk dat beetje op, op Channel 4 wat we zagen, is het feit dat um, zowel Coulthard als Jordan zo respectvol waren over zowel Ricciardo als Verstappen. En het is waar ik me kapot en irriterend. Er zal elke Nederlander hebben die, die social media in de gaten houdt, nu... of die probeert Formule 1 te volgen en, en reacties leest op dingen. Verstappen wordt natuurlijk afgemaakt op social media. En het is ook wel een beetje. Een deel van mij zegt ook wel: ik kan me voorstellen. Want als je met een neutraal oog kijkt naar wat hij de afgelopen week gedaan heeft, ja, dan is het een soort Maldonado junior af en toe. Nou, weet je wie je mag afmaken op social media? <laughs> wat dacht je van Romain Grosjean? <laughs> ik was de opmaakmaker. <laughs> Serieus. Maar daar kon je niks aan doen. Als je je nee. ergens voor moet schrijven. Het was Magnus Eriksen. <laughs> uh, We, <hijen> weet jij. Weet jij Nee, goed, zal straks waar. Maar even serieus, want, want dat is natuurlijk echt het summum. En daarnaast, dan kun je nog iets hebben. Kijk, het is natuurlijk vervelend dat Max en Ricciardo geen punten pakken. Uiteindelijk daarmee veroorzaken ze een safety car situatie. Ja. Uh, die ze eigenlijk zelf hadden willen meekrijgen. Bottas, die profiteert daarvan, ja. die kan eindelijk zijn pit, pitstop maken. En die komt terug. P1. Duffeltje ja. uit een doosje. Ja. Niemand zag hem aankomen. nou Tijdens die safety car zien we inderdaad uh, Romain Grosjean. Die, uh, maar dit is acte 4 al, hè, of niet? Ja, dit is, we zijn nu het slotstuk, het slotstuk. van deze Griekse oh. tragedie. En uh, als een deus ex uh, magina komt daar uh, ja Bottas, eigenlijk uh, P1. Ja. En Grosjean die... Uh, woe woe woe, ja, die had gewoon even... Die ja echt het ja. loodje. Maar goed, dan hebben we het niet Zo, meer het over. Het was een hele specifieke manier om je banden op te warmen. Zo, daar mag we houden. Mijn god, maar dat zal je maar gebeuren, Johan Voets. Ja. Dat zal, weet je, als dat Max Verstappen was, dan zou ik me de, de pletter generen. Ja. Dit ja. is natuurlijk, dit is pijnlijk, maar, maar goed. We komen, we komen eroverheen. Weet je wat ik altijd denk? Altijd als ik denk van Max van, oh, het zit echt tegen... Oh, die Max toch, dat ja, zet hem toch tegen. En ik denk, well, ja, Grosjean rijdt ook nog steeds. Weet je, het ja, komt vast wel goed. Vraag niet waar. En vraag ook niet hoe lang. Hij is een beetje de Kviat van dit seizoen. Ah, laten we hij is echt een beetje de Kviat van dit seizoen. Maar hij heeft, uh, zijn enge cursus hebben gewerkt. Hij wacht nu toch wel tot hij om het hoekje was. Met iets weggooien en boos tegen iets aanschoppen. Alleen de camera liep met hem mee. Ik wist nog mee, ja, dat was. Dat was... Goed. Maar goed, Bottas dan, als je het over sneu hebt. Ja. Die komt op kop. Want pitstopstrategie, dus, hè, waar we het net al over hadden, de tactiek van de Formule 1. En uh, die strategie die pakt gewoon uh, snoeistrak uit. Ja. Voor wie de strategie ook heel goed uitpakt, is uiteindelijk Kimi Rijkoenen. Ja, daar is hij weer. Ja, want voor de tweede race op rij pakt hij gewoon een podium wat niemand zag aankomen: niemand. Nee, niemand, niemand. Hij, hij, hij zelf een... het minst, denk nou, ik. Nou, hij heeft natuurlijk een beetje te danken aan zijn teamgenoot. Dat, dat, laten we voor vooropstellen. Want, maar... want Vettel doet eigenlijk een verstappetje. <grijg> nou, dat, nee, dat was eigenlijk meer een uh, 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 of doet verstappen. Vettel, ik zou het meer een croissantje noemen. Eigenlijk, nee, uh, nee, 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 dit is iets anders. dan Een croissantje. Ik, ik vind ik vind toen ik Vettel dit zag doen, toen dacht ik, ach, gelukkig, Vettel doet ook nog steeds. Uh, ja, Stappetjes dus laten we en bot... verstappen doet Vetteltjes. Nee, maar het zijn wel, het zijn wel twee coureurs van hetzelfde kaliber. Hetzelfde ze hoofdschreden. Ja, ja. ja. Ze, ze gaan niet voor die P2. Het interesseert ze geen moer. Vettel heeft na afloop over verklaard. Ik zou het zo weer doen. Ja. Het was, het was, het was stom, maar ik wilde er gaan. Ik wilde ja. het proberen. Het heeft niet goed uitgepakt, ja, maar ik moest al. het wel doen. Ja. Goed. Wat, wat bij die herstart komt en en ik zeg tegen jou: oh god, bot als op kop. Uh, die is natuurlijk bloedzenuwachtig, dat kun je natuurlijk nooit hem zien, want hij is ook zo'n uh, zo IJslander. Dus uh, uh, Finn, fin, sorry. Dus er zit totaal geen auto totaal geen Dus ik zie hem hier eigenlijk Er zit natuurlijk totaal geen temperatuur in het lichaam. Uh, goed, uh, dus ik dacht, nou, benieuwd, want het gaat die fumble onderaan de streep. Maar wat blijkt, Botas doet een dijk van een herstart. En die fopt daar Vettel, Hamilton, Hamilton rijdt ook nog even tussen, mm -hmm. en uh, 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 Rijkonen ook wel redelijk mee. Maar uiteindelijk van die drie heeft Rijkonen, of uh, ja, Rijkonen echt wel een goede herstart ook. Ja. Dus ineens ontstaat er een soort van pressie uh, op Vettel, en uh, uh, zit daar Rijkonen, en Hamilton zit er daarbij. En Hem uh, Vettel denkt, ja, weet je wat... Moula, ik ga je gewoon gas geven. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Maar goed, laten we eerlijk wezen. vet was niet de enige die bijna van de baan af Want we hebben ook Hamilton gezien, ja. die zich uh, verremde en ook helemaal buiten de baan schoot. Dat, dat is ook één, gewoon, hè? dat is één momentje. En, en, ja, uh, maar ja, het kan de beste gebeuren. Ja, maar, uh, dus laten we opstellen dat alle coureurs, even los van Verstappen en Ricciardo. die dus, uh, want dat moet je dus nageven, die eigenlijk feitelijk hebben ze geen moment een dossier gehad of een contactmomentje of whatsoever. Uh, alle men, uh, coureurs uit de top, volgens mij top 7. Top 8 zelfs hebben een moment gehad. Uh, Kimi Räikkönen heeft nadat hij al een nieuwe vleugel had en nieuwe banden, is hij nog een keer vol tegen de, de, de muur aangeklapt. Dat is ook blij dat hij zijn auto nog heeft kunnen naar de eindschrift kunnen brengen? Heeft hij naar de hand ook aangegeven? Want hij zat ook vol in de muur. Um, nee, goed. Nee, nee, Kimi, doet is natuurlijk fantastisch. Uh, uh, is daar gewoon nou, de slimste. Wat ik wat mooi is, is dat dit weer uitwijst, inderdaad, wat een tactisch spel zo'n race ook is. Um, Kimi zei ook na afloop dat um, we wisten van tevoren. Baku is een race met veel safety cars en veel uitvallers. Ja. Kijk maar naar de Red Bulls. Hij zegt er verwacht niemand. Maar ineens liggen ze eraf. Nou, mooi op. Of zei hij niet. Maar hij zei, hij zei wel: kijk maar naar de Red Bulls. Er kan van alles gebeuren. Ja. Als ik gewoon rustig mijn rondjes blijf rijden. Uh, en, en, en die auto heel houden, kan ik een heel eind komen. En dat blijkt nu weer. En Bottas, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, die komt ineens ook nog eens dankzij een slimme pitstopstrategie. eigenlijk op P1 terug. Ja. En dit was, nou, die, die winst was hem gewoon gegund. Ge 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 zeker, zeker weten. Uh, waren het niet dat hij ja, over een stukje uh, carbon of iets anders uh, heen een rijdt. Een stukje debris. En ja. dan bedoel ik geen lekker Frans kaartje. <laughs> uh, nee, ja, en gaat... een lekker band. Ja, maar dat is, dit is het leuke. Er waren twee momenten waarop ik dacht: dit is het ook wel hoe. Hoe ironisch, iconisch ironisch wil je het hebben. Um, wat er gebeurt namelijk is... Dus, uh, uh, um, Stappen en, uh, en uh, Ricardo gaan op dat rechterstuk. Daar gaan ze tegen elkaar aan. Daar ligt natuurlijk een hoop uh, spul van op, de, op de baan. Dat wordt opgeruimd. Terwijl ze het opruimen zijn, doet Grosjean zijn stunt. Terwijl dus de auto van Grosjean wordt weggetakeld... door een soort van vrachtwagentje... wat ze van, met een, wat ze van het platteland van Azerbaijan af hebben gehaald. <laughs> uh, met een takeltje eraan. Een soort pluk van de pet fletski. Die komt daaraan. aan. Die... die... Die, die zet die Formule mijn erop. En dat is zo'n zo diesel-roetbak, weet je wel. Je, je weet toch dat in de binnenstad geen dieselauto's meer mogen. <laughs> maar goed, dus dan kan top zo... Top, 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 top. En op dat moment hoor je Hamilton over de boordradio. And guys, maybe we should stop the race. Uh, want ze zitten op 70%. De 70%-regel was ingegaan. Ze zaten op 70% en Hamilton zei over de boordradio... Hé hey jongens, weet je wat, laten we gewoon die race stoppen. Want voordat die dieselbak daar weg is, zijn we zo een paar rondes verder. En uh, dan we achter een 70 Dat is ook niet leuk? En hij heeft zijn woorden nog niet koud, of dat dieselbakje pop, 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 die rijden weg. En, en het is opgelost. En echt serieus, 900, nou niet geen 900 meter, maar euh, laat 900 meter zijn voor, het voor dit goede verhaal. 900 meter rijdt ze teamgenoot over het stukje debris wat ze niet hebben opgeremd. terwijl ze zoveel tijd hadden. Ja, lek. ja, lekker dan. Ja, het is echt. En dan sta je vervolgens met je dreadlocks op het podium. Uh, sorry, met je uh, uh, vlechtjes. Ja, dat is gewoon. Bizar. <laughs> Maar uh, even wel, dat pleit dan wel weer voor Hamilton, vind ik. Hij was niet uh, euforisch. Deze overwinning werd hem natuurlijk uh, compleet in de schoot gevonden, geworpen. En daar was hij dan ook niet extreem blij mee. Nee. En de reden dat hij ook wat later op het podium was, is omdat hij eerst naar Bottas toe is gegaan. om hem een hart onder de riem te steken. Dat, ja, dat hij het toch hij wel erg sneu vond. Dat hij, uh, ja, maar er zijn lekker, ook beelden van. Vlekken knuffelen. Ja, maar daar zegt hij wel maar zijn beelden vol, van. Volgens mij heeft hij gewoon. Maar ze van, lachen allebei. En volgens mij heeft hij van zijn PA ingefluisterd gekregen dat Bottas net daarvoor tegen een journalist had gezegd dat hij. Uh, hier overeengekomen door tien bier te drinken. Dus ik vermoed dat Helvand <laughs> dacht: Oh, gaat ze een biertje geven bij je? Maar was dus geen bier? Nou ja, goed. Het was een innoverende uh, race met veel uh, Christians. Op het podium? Ja. Niemand minder dan Jaco Perez. Oh ja, daar moeten we het ook nog even over hebben. Dat is de tweede keer. tweede keer in Baku. Ja, exact. Ja. Dat is toch ook toevallig. Ja. De lachende, de lachende uh, roze man. Ja. Het is heel bijzonder. En het grappige vond ik dat. dat uh, um, hij was nog een beetje nerveus. Het toffe als je het over tactiek overigens, Het toffe, want mm -hmm. dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Um, Olaf Mon was ook in paniek tijdens de race, want ja, maar ho even? De, de Vettel doet zijn best helemaal niet, want uh, ja, Vettel had natuurlijk de big flat spot, big flat spot uh, van het remmen. Dus uh, uh, die werd al vrij snel ingehaald door Perez, die dus van. van en Alonso de... denkt, Mietje, ik kan het op twee banden. <laughs> ja precies, die zwaait nog een keer. Dus de, de, uh, Alonso of uh, Perez pakte al vrij snel um, uh, uh, Vettel zijn vierde plek over. Um, en op dat moment reed hij keurig vierde. En Olaf Mol zei: Ja, maar ja, het gaat nu iets je best doen. Want Perez heeft nog een vijf seconden tijdstraf te pakken. Vanwege een incidentje aan het begin van de race. Wat niemand heeft gezien, en ook Olaf Mol heeft het niet gezien, twijfelde daar dus over, is dat Perez tijdens de safety car even naar binnen is gereden, vijf seconden stil heeft gestaan en weer terug de baan op gegaan is. Die had zijn thuisbeleid dus al gehad. Dus kon slim. Keurig, clean kon hij gewoon daar die Super race uitrijden. Er was wel na afloop nog heel even discussie over of hij zijn podium mocht houden, want ja. hij zou namelijk gefriemeld hebben met de dat is DRS. DRS inderdaad. Ja, als we iets trigger happy. Ja. ja, er was deze race, de zijn sensoren die ervoor moeten zorgen dat DRS automatisch geactiveerd worden, dat werkte niet goed. Daardoor konden de coureurs zelf hun DRS activeren, als ik het goed heb begrepen. En dat zou hij dan gedaan hebben op een moment dat het niet mocht. Maar na afloop is dat uh, toch uh, afgewezen. Dus hij mag gewoon een podium hij, oh. hij had heel keurig niet te veel gedaan. En ook op geen plekje een auto ingehaald. Maar het is toch wel typisch dat weer iets met die sensoren. weer iets. Ja, e ja ook, want ook als je het hebt over uh, de dingen waar ik van schrok is dat Leclerc, uh, uh, onze grote uh, Franse vriend. die het natuurlijk fantastisch gedaan heeft. Uh, in, de, in de Alfa Romeo Sauber. Um, die reed op de zesde stek en die viel ineens helemaal terug. En ik schrok mijn hoedje en ik dacht: ach nee, niet in de laatste ronde Kom, <tok>, ok, 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 ok. mm Het -hmm. bleek een GPS-probleem te zijn. Dus die zat keurig weer op de zesde plek. Ja. Maar je schrikt wel even inderdaad. En... Die was hartstikke blij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die zat te juichen in de cockpit. Die ja. was echt. Uh, ja, in de dat, zeven. Wel een handje aan het stuur, toch? Ja, volgens mij wel. Okay. Nee, volgens mij waren er heel veel uh, coureurs heel blij. Alonso, die, was, die had zijn best race ooit. Ja. Uh, de... Nou ja, als je kijkt naar wie er niet blij moet zijn... dan zijn er twee Red Bulls. Uh, ik denk een Haas, want uh, Grosjean... even laten vooropstellen, hè, Grosjean stond op de twintigste plek... en reed naar de achtste plek toe op dat moment. Tja. Terwijl hij die uh, pirouette deed. Weet jij, uh, bijna, wist jij dat... Uh, bijna alle coureurs op dit moment punten hebben? Ja, uh, uh, um... Er zijn er twee... die nog geen punten hebben. Twee. Okay, twee. Weet jij welke twee coureurs nog ja, geen punten hebben? Sowieso onze grote vriend Sirotkin. Ja. Dat wist ik toevallig. Uh, dat moet ik dan nou, lekker even nagehaald. Is het Grosjean? Ja. Niet. Echt waar? Nee. Maar die heeft toch in... Nee, die heeft inderdaad geen punt gehaald. Nee, die heeft... Uh... Oh. oh. Ja, die maakt uh, behoorlijk wat fouten. Nee, die staat op nul punt. En uh, verder, want ik zit staat, even ondertussen staat, te spieken naar het reisje. Heb jij de lijst daar? Want waar staat Magnussen dan? ja. ja. Uh, Zover heb ik de lijst niet opgeschreven. Oh. <laughs> die staat ergens oh, onderaan. Nee, ja. het, het hele rijtje kan ik wel even doornemen. We ja. hebben natuurlijk Hamilton, die, staat nu, die heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen. Die staat nu boven Vettel, die ja. heeft namelijk 70 punten. Vettel op de tweede plek met 66 punten. Wow. Kimi Raikkonen, plek 3 met 48 punten. Bottas, 40 punten. Ricciardo heeft 37 punten. Alonso, P6 ja, ja. met 28 puntjes. Ja. Terecht ook. Nico Hulkenberg, 22 punten. Uh, Verstappen op de achtste plek met 18 punten. Oh. Echt een beetje teleurstellend natuurlijk. Ja. Op de voet gevolgd door Perez met 15 punten, Sainz 13 punten, Gasly 12 punten. Magnussen staat daaronder. Ja, die staat daaronder inderdaad. Ja, zie ik me. Ja. Dus ik heb hem er even ja, ja, Maar dan goed, dan zie je dus dat er eigenlijk best wel veel uh, punten worden gehaald in die onderste regionen. En dat ze ja. daar ook allemaal best wel dicht op elkaar ja. staan. Ja, ik ben een Hartley even van zijn eerste punt ja, gehaald. Eerste dat was de, de derde. Ik kan zeggen dat waren er ja. drie namelijk. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, die, die was ook heel blij. Dus ja. we hadden heel veel mensen die heel blij waren... en een paar mensen die heel verdrietig waren. Die hebben een beetje verdrietig gekeken. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat uh, Max en uh, Daniel ook uh, naar uh, Londen moeten komen. Of naar ja, Engeland, nee, ze niemand. zitten niet ja, in Londen. Nee, ze mild, zitten mild, in, uh, ja, ja, precies. Ja. Uh, en uh, daar naar de fabriek moeten... Letterlijk om op het matje. hun excuses aan te bieden aan al hun, hun collega's die bij Red Bull werken. Ja, weet je wat het mooie is, mooi is van Red Bull? Die maken dan weer een heel leuk viraal filmpje van... En dan uh, scoort hij als, als een tit en dan zijn ze weer met Red ah, nee, ik weet dingetjes wat ze gaan doen. Wat ik grappig vind is dat ze deze hele week hebben ze filmpjes gemaakt met uh, Daniel en, uh, en, uh, Max en Max. Die uh, in, de, in de woestijn van, uh, als ze bij Jan aan het rondcruisen waren in een, uh, een ladatje zou ik willen zeggen. Uh, uh, en dat ze daar uh, teruggefloten werden door het team. Omdat ze, dus dan, ze, ze kaapten die auto, ze crossen daar en ze kregen in een keer, guys stop the car right now. Dat is een soort twee baldadige jongens bij elkaar. Dus ik vind het heel typerend dat het dan het einde van het weekend is voor ze. Dat ze nu als twee, ja, twee stoute knulletjes terug moeten naar, naar de meesters. In het, in het ik gebouw. geloof wel dat het kan. Het is een beetje hetzelfde als bij politiek. Volgens Tuurlijk. mij hebben die, die politici die hebben in, de, in de Tweede Kamer, lopen ze allemaal keihard van de week ook, lopen ze allemaal van keihard om elkaar te debatteren en te vechten. Maar buiten, als die Tweede Kamer dicht zit, gaan ze gewoon een biertje drinken met z'n allen. Ik denk dat deze jongens wel een biertje gaan drinken, want ze hebben gewoon een tof gevecht gehad met z'n tweeën. En onder andere zijn het alle twee <laughs> raskourers. En ze vinden ze het gewoon te gek dat ze zo hebben kunnen cruisen vandaag. Um, kijk, het loopt alleen niet zo heel goed af. En ze zullen balen van. De, los van de verantwoordelijkheid, die ze op zich rusten. Ze zijn topsporters, Ze hebben een, precies wat Christian Horner ook zei in zijn reactie na afloop: is, ze zijn niet alleen. zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de auto. om hem heel over de finish te brengen. Maar er zijn achter mensen verantwoordelijk om te zorgen dat die auto er staat. En die mensen hebben ze teleurgesteld vandaag. Ja. Nou, die verantwoordelijkheid voelen ze ook heus wel. Maar tegelijkertijd zijn het ook gewoon coureurs. En, en dat vind ik het mooie eraan. Uh, voor, zowel Ricciardo, uh, we wat het al even over Vettel. Uh, um, uh, Rijkonen, er zijn ook wel mensen. Max en, uh, en Ricciardo horen daar wel bij. Dat zijn mensen, dat zijn rascoureurs. En Hamilton is een berekenende coureur. Dat is ook een fantastisch goede coureur. Maar hij is heel berekenend. Ja. En dat zie je vandaag ook weer. En dit seizoen. Uh, ik wil niet zeggen uit de vorm. Want er zijn mensen die zeggen van. Uh, ik zie dat ook op Twitter zo. Van, oh, er zijn mensen die zeggen dat Hamilton uit vorm is, maar daar vind ik toch niks van waar. Hmm. Nee, ik denk ook niet dat mensen bedoelen dat Hamilton uit vorm is, want hij is helemaal niet uit vorm. Nee. Maar hij lijkt er met zijn kopie niet bij. Hmm, ik denk dat een, 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 uh, Hij zei bij. Uh, uh, met die Jordan uh, in de show zei hij ook van, ik heb deze week uh, een hele nacht doorgetrokken met het team. Uh, toen ik terug was in, aan het begin van de week, nog voordat we naar Azerbeidzjan gingen, is hij bij het team langs gegaan. heeft hij daar heel de nacht zitten doortrekken met het team. En ook Bottas Bal was daarbij betrokken. Uh, die moest helaas nog voor een ander event uh, in het vliegtuig. Ik zei nog even uh, zo soort de doorbij. bij. Um, maar ze hebben kennelijk wel een soort van spoedoverleg gehad. Omdat ze de mechanics en, uh, en de autoafstelling en, en hoe Hamilton daarin zit, daar is geen klik. En als die klik niet goed zit, en dat merk je gewoon heel erg bij Hamilton... we hebben het er vaak over gehad, ook vorig seizoen... dan begint hij te piepen en te mouwen. Ja. En, en dat doet hij nu ook. is dus is doet hij dat nu ook. Um, alleen doet hij het op een subtielere manier. Ik denk onderhandstreep dat ze gewoon zoekende zijn... naar de juiste afstelling voor die auto van, uh, van Hamilton. Want als je kijkt naar de auto van Bottas en hoe die daarmee omgaat... Weet je? vandaag laat hij ook wel weer gewoon zien... Bottas heeft best wel veel snelheid in die auto. Ja. Dus ik denk dat de, het vermogen is er, de paardenkrachten zijn er heus wel... Um, en, en de kennis van zaken is ook heel veel. Maar er is een. Ik denk dat, dat uh, deze vorm van autosport ook te maken heeft met chemie tussen de monteurs en, uh, en de coureur. En hoe hij kan informeren. Wat hij kan teruggeven aan het team en hoe ze daarop kunnen reageren. Sena kon het ook heel goed. Er was voor, vorig seizoen kan ik me herinneren, wij, en wij ook. Uh, veel mensen die kritiek hadden op bottas. Uh -huh. Omdat hij niet zo snugger zou zijn. En omdat hij de auto niet helemaal goed zou begrijpen. Nee, klopt. Hij maar moest dit... even inschakelen. Ja, nee, ja. Maar ja. dit jaar lijkt het toch wel een beetje. Ik denk, ik denk ik dat als je de stap maakt van Williams naar, uh, naar Mercedes. Dat het best dat best wel een forse stap even, is. Ja. ja, tijd kost. Maar nu lijkt het bijna alsof Hamilton... af en toe zijn auto niet helemaal lekker... Nou ja, ik denk dat de het een communicatieprobleem is. Maar goed, ik, ik, ik weet niet... en ik, ik, ik wil er geen echt heel boulevard van maken... verder qua format. Maar ik vraag me wel af... als ik zie hoe Hamilton zijn weken eruit zien... Als regerend wereldkampioen, maar ook als posterjongen op voor Instagram. Ja, als je kijkt waar die, waar die jongen bezig is. Ik zei het al voor de wedstrijd van uh, tegen. Uh, of op China, sorry. <laughs> of In China. Een uh, event van Puma. Een event van Tommy Hilfiger. Een event van Boze. Uh, vervolgens reclameshoots, uh, Dan een pers-event. Dan uh, fans ontmoeten. Dan weer dat. Deze week uh, waren ze vrij. Waar was meneer? Op Coachella. Vliegt hij naar Amerika? Ik denk bij mezelf, als je vrij bent, ga even lekker onder een dingetje liggen. Een beetje kalkoenen. Maar nee, meneer. <laughs> meneer vliegt even lekker naar Amerika om op Coachella te gaan staan... tussen de andere uh, uh, hipsters, om daar even een dansje te maken. En ik misgun het hem niet, weet je. Te gek dat hij zo'n leven kan leiden. En hij heeft een mooie plek en hij, kan, hij ziet de mooiste artiesten optreden. Ik gun het hem van harte. Maar ik denk dan bij mezelf... oké, okay, maar dan kom je op, maandag, op maandagmiddag kwam je weer terug in Engeland... Mm -hmm. uh, uh, oh, moet je nog door naar, moe, naar Bakko. Moet moe je nog door naar bakko, inderdaad, maar heb je dat, dat noodoverleg heb je nog met je team. Met andere woorden, waar ligt je prioriteit op dat moment? Ja. En weet je, dat, dat, en als je dan inderdaad in, in die tijd iets verliest in communicatie met je team, ja, dan heb je denk ik een uitdaging. Hij heeft maar mazzel dat Vettel zijn grootste concurrent heeft. Is. Ja, ik zou willen zeggen Vettel zit hem op zijn lip, maar bij Vettel zat er al op zijn lip vandaag. Mm. <laughs> Moeten we daar, niet moet het daar even over hebben? Wat zat er bij Vettel op zijn lip? Nou ja, een koortslip. En uh, Riccardo had vorig raad. weekend of twee. twee ja, die twee, had, twee, had, ik, had het heb. ook. ja. Dus ik denk nu, ik gooi hem erin hoor. Ik denk dat Vettel en Riccardo samen bezopen zijn geworden. Een avond lang. <laughs> om uh, weer buddies te worden. Zodat ze weer vragen kunnen gaan rijden volgend jaar. Maar dan heeft Vettel waarschijnlijk per ongeluk uit het glas van Riccardo gedronken. Of uit de schoenen van Riccardo, dat kan ook. Het is toch misgegaan. Dit is wel echt de scoop van de week, joh. Dames en heren, u hoort het hier eerst bij Evo en spoedig leuk. En het verklaart ook meteen waarom Kimi zo zijn stinkende best doet om weer eens een pole position en een Grand Prix overwinning te scoren. Nee joh, die gaat gewoon uh, die een race, race uit en uh, die pakt zijn miljoentjes en dan gaat hij toch lekker weer ready racen. Nee, Kimi is aan het trappen. Hij was zelfs een beetje geëmotioneerd vandaag. Ja. <laughs> <laughs> wow. Hey, we gaan naar Barcelona. Ja, we gaan naar Barcelona. Elf uh, dagen. Over elf dagen is daar de eerste vrije training. Wauw. En Barcelona hebben we natuurlijk allemaal goede herinneringen aan, staat tegenover dat vorig jaar niet zo'n hele goede race voor we ons hebben was. We hebben vorig jaar uh, geen enkele race goede herinnering behalve de laatste drie, vier races ja, van het seizoen. Van vorig ja. jaar was Barcelona een beetje de kick-off van het slechte seizoen van Max Verstappen, toch? Nee, dat was wel een beetje gaande op dat moment natuurlijk al, had, al een paar DNF's. Dus het qua kalender is sowieso een beetje moeilijk te vlek, want we waren nu veel eerder in Baku dan vorig jaar. Ja. Um, dus uh, nu was ook het weer in Baku was veel koeler dan vorig jaar. Vorig jaar was het heel warm in Baku en nu vlogen de takken op de, op de baan, zoals we kunnen, hebben kunnen zien. Dus uh, er, was, er was sowieso wat: uh, de, de verschuiving in de agenda zorgt zo voor wat verwarring, om het zo maar even te zeggen. Uh, we zijn volgens mij nu twee weken eerder in uh, Barcelona dan vorig jaar. Oké. Okay. Uh, dus er zullen vast weer een hoop uh, Nederlanders ook uh, die kant op gaan. Mocht dat nou zijn, uh, stuur ons vooral een berichtje. Dat vinden we altijd leuk. Ja. Misschien uh, kun je nog uh, leuke insight-informatie met ons delen. Of, of leuke soundbites als je er bent geweest. Of leuke soundbites die we in deze podcast kunnen gebruiken. Ik kan Denk heel goed uh, monteren met uh, computers en zo. Met, uh, kun je dat? Ja, kan ik zo. Doe jij dingen met computers? Ctrl-X, uh, control oh, nee, wacht even, moet ik zeggen. Command-X en Command-V. Werk je met een Apple? Soms. <laughs> Goed, dit was F1 Spoiler Alert voor deze week. Uh, we hadden het over de Grand Prix van uh, Baku in Azerbeidzjan 2018. We vonden het heel leuk dat je luisterde. Wil je nou reageren op deze uh, podcast? Dan mag je altijd even uh, via Twitter een berichtje sturen. Dat kan naar Edmarjolein. Of Johan Voets. Die dan de persoon is die tegenover mij zit. Um, en uh, abonneer je ook vooral op deze podcast. Ja. Uh, dan hoef je geen aflevering meer te missen. En uh, dat kan gewoon via iTunes of je favoriete podcast app. Zeker. En op het moment dat we dan een nieuwe aflevering uploaden. dan krijg jij meteen zo'n mooie push alert op je smartphone te zien. En dan kun je de volgende ochtend dat je in de auto stapt. lekker naar ons luisteren. Hoe leuk is dat? Ik heb nu wel zin. Goed. Over twee weken zijn we er weer, dan met de Grand Prix van Spanje. Ga je nog een beetje van die Spaanse muziek erachter zetten? Ik uh, zat te denken aan iets. Daar aan de Costa del Sol, dingelingeling. Daar sloeg mijn motor op hol, dingelingeling.